Goedemorgen allemaal. Hij staat heel zachtjes, dus moeten we harder praten. Oké, nee, ik ben al een kwartiertje bezig, maar ik ga een kwartiertje langer door. Dus. Goedemorgen allemaal. Microtik, Microtik, thanks for making this possible. En dan ga ik weer terug naar het Nederlands. Ik heb de slide set heb ik wel in het Engels gehouden, maar ik ga het verhaal natuurlijk in het Nederlands houden. Mijn naam is Aris Vink. Ik ben pre-sales consultant bij SDC en ook Microtik trainer. En dit is onze schuur, zoals dat genoemd wordt, in de Achterhoek. En wij zijn een bedrijf gevestigd in Doetinchem. We zijn al sinds 1992 distributeur. Van traditie uit telecommunicatie. Maar goed, we weten wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen jaren. En telecommunicatie is natuurlijk allemaal IT tegenwoordig. Alles gaat over IP. En SDC is een familiebedrijf. Wij hebben engineers zitten die jullie kunnen helpen. Wij hebben services. We kunnen jullie helpen bij wifi, site surveys. Maar ook DECT en uiteraard de implementatie. De combinatie met voice over IP en computernetwerken. En daar wil ik het vandaag ook over gaan hebben. Met name over een stukje quality of service in voice over IP netwerken. Nou ja, eigenlijk vanaf het moment dat telefonie ontwikkeld is, is dat eigenlijk nooit een issue geweest. We hebben eigenlijk altijd gezien dat het allemaal prima ging. En sinds dat we ook telefoneren over een IP netwerk, zien we dat dat wel een uitdaging is geworden. Nou ja, in eerste instantie wordt er veel geroepen over quality of service. Is een vaag begrip van wat is quality of service nou precies. Nou, quality of service is eigenlijk een algeheel begrip waarin je eigenlijk uit het perspectief van de eindgebruiker beoordeelt of het netwerk geschikt is. Dus op het moment dat ik blij ben met mijn netwerk en ik kan alles doen over mijn netwerk wat ik wil doen, dan heb ik quality of service. Zo vaag is het. Nou, uiteraard zijn daar op het moment dat je over computernetwerken praat, zijn er natuurlijk allerlei protocollen ontwikkeld en technieken, bandbreedte, management, queuing, om zeg maar dat verkeer zo goed mogelijk door mijn netwerk heen te krijgen. En dat zijn dan quality of service mechanismen, zoals we dat noemen. Maar het is niet echt een standaard. Ja, dan is de vraag van waarom heb ik quality of service nodig voor voice over IP? Als we naar voice over IP gaan kijken, naar spraak, dan is dat eigenlijk maar heel weinig informatie. Het is maar heel weinig bandbreedte. Maar het probleem bij voice over IP, bij een telefoongesprek, is dat het real-time is. Dus op het moment dat ik met iemand aan het bellen ben en ik zeg iets tegen hem, dan verwacht ik direct antwoord terug. En ik verwacht ook dat het gesprek altijd beschikbaar is. Dus ondanks dat het een klein beetje bandbreedte is, moet die bandbreedte natuurlijk wel altijd beschikbaar zijn onder alle omstandigheden. En ik wil ook dat het zo snel mogelijk van A naar B gaat. Ja, daar wil ik niet een paar seconden op gaan zitten wachten. Bij een e-mailtje is dat niet echt een probleem. Nou ja, om te kijken hoe dat in zijn werk gaat, ga ik eerst even een stukje terug het verleden in. De geschiedenis van telefonie. Nou, hier zien we eigenlijk al een heel wat jaartjes terug. Een schakelmatrix, zoals dat heet. Er staat een dame en die heeft een headset op. En dan draait iemand thuis aan een slinger. Of in dit geval nog een. In dit geval is het nog een slinger. En die dame die neemt aan. En die krijgt te horen waarmee verbonden wordt. Dus die heeft een 6,3 mm jackplug. En die prikt die in het juiste gat. En daarmee wordt een verbinding gelegd naar een andere stad waar weer zo'n dame zit. Die krijgt te horen dat er verbonden moet worden met een abonnee. En die steekt ook zo'n stekker in zo'n gat. En op dat moment is er een circuit tot stand gebracht. En eigenlijk de afgelopen tijd tot eigenlijk voor kort is dat op deze manier gegaan. Niet met deze dames natuurlijk. Want op een gegeven moment is dat natuurlijk automatisch gegaan. We kennen allemaal de draaikiezers. Waarbij we met een draaischijf pulsjes stuurden. En dan werd eigenlijk die dame vervangen. En dan werd daar door middel van een draaischijfschakelaar werd die verbinding gemaakt. Maar het principe is hetzelfde. Nou, op een gegeven moment ging dat automatisch. Werd het digitaal. En hadden we nog steeds een schakelmatrix. Alleen die matrix hadden we dus. Oh, dat gaat in Apple. Wordt het niet automatisch gedaan. Ik heb een heel mooie uren bezig geweest om in een heel mooi
automatisch lopend verbindingje van te maken. Maar je ziet dat het eigenlijk ook in de digitale telefonie nog steeds op dezelfde manier plaatsvindt. Dus elke PBX, oftewel telefooncentrale, heeft een schakelmatrix. En er wordt op de juiste punten wordt daar een verbinding gemaakt. En is daar een circuit, een direct circuit van het ene naar het andere toestel. Dus je ziet eigenlijk dat dat nooit een probleem met zich meebrengt. Je hebt eigenlijk een directe fysieke verbinding tussen de toestellen. En om dat gesprek op te zetten is altijd een apart netwerk nodig geweest. Dus je had een apart signaleringsnetwerk. En dat was het netwerk waar je het telefoonnummer even over transporteerde. Er moet verbinding daar naartoe gemaakt worden. En dan werd daar een vaste verbinding gemaakt. Nou, het voordeel van zo'n vaste verbinding is dat de looptijd altijd hetzelfde is. Is kort. En je hebt altijd een stukje bandbreedte. Want ja, die telefoonadertjes in het analoge tijdperk en het PCM-kanaal in het digitale tijdperk is gewoon een vaste bandbreedte. Dus eigenlijk op het moment dat je over een circuitgeschakeld netwerk praat, heb je standaard altijd quality of service. Nou ja, er is de laatste jaren heel veel veranderd. Tegenwoordig gaat telefonie niet meer over circuitgeschakelde verbindingen, maar gaat via een pakketgeschakeld netwerk. Nou, dit kennen we allemaal. Dit is eigenlijk ons LAN, maar goed, ook het WAN-netwerk. Dus bij een pakketgeschakeld netwerk zie je dat eigenlijk alle clients zitten op hetzelfde netwerk. Dus zowel mijn telefoons als ook inderdaad mijn computers en andere diensten. Dat is een groot voordeel ten opzichte van een circuitgeschakeld netwerk. Circuitgeschakeld netwerk kun je de bandbreedte niet delen met andere gebruikers. Die is vast toegewezen aan een telefoongesprek. En ondanks dat bijvoorbeeld twee mensen met elkaar aan de telefoon zitten, één wordt in de wacht gezet. Dat circuit blijft altijd beschikbaar. En ja, die bandbreedte is dus onbenut. Circuitgeschakelde netwerken zijn dus heel inefficiënt qua bandbreedtegebruik. Nou, zo'n pakketgeschakeld netwerk deelt die bandbreedte. En op het moment dat ik mijn mond hou tijdens het telefoongesprek, worden daar ook geen pakketjes verstuurd en wordt dus ook geen bandbreedte gebruikt. Dus eigenlijk een hele efficiënte manier van bandbreedte. Dus ja, je ziet dat er geen echte verbinding is. Hè. Er wordt uiteraard wel een verbinding opgebouwd, maar zo'n pakketje kan best het ene moment via Amsterdam gaan, maar kan het andere moment ook via een andere stad gaan. Dus het hoeft niet een vaste route te zijn die pakketjes afleggen. En daar hebben we dus gelijk het probleem. Dat kan dus dat pakketjes niet tegelijkertijd aankomen, omdat ze een andere route leggen. Het ene pakketje doet er langer over dan het andere pakketje. En ook om die bandbreedte te kunnen garanderen heb je ook iets nodig. Want op het moment dat die bandbreedte gedeeld wordt en er is één gebruiker die heel veel bandbreedte vraagt en al die bandbreedte is op dat moment in gebruik. Ja, dan moet er iets zijn waardoor je toch die bandbreedte kan garanderen voor het telefoongesprek. En standaard kan IP dat niet. Dus daar heb je iets voor nodig. Het grote voordeel van pakketgeschakelde netwerken is natuurlijk wel dat de bandbreedte gedeeld wordt. Dus je kan veel efficiënter gebruik maken van je netwerk. En dat is ook de reden waarom eigenlijk alle netwerken op dit moment pakketgeschakeld zijn geworden. En dus ook de spraak op die manier getransporteerd wordt. Ja, dan is het natuurlijk belangrijk om te weten, wat heb je nodig om een telefoongesprek goed te kunnen voeren door een netwerk heen? Nou, ten eerste moet je natuurlijk voldoende bandbreedte hebben. Het is niet veel bandbreedte, maar je moet het wel hebben. En die bandbreedte moet ook altijd beschikbaar zijn voor het telefoongesprek. Omdat je dat deelt, kan het zomaar zijn dat iemand een flinke partij data aan het binnenhalen is. Ja, en op dat moment kan je niet zeggen van ja, sorry, maar de bandbreedte is even bezet nu, dus ik kan even niet telefoneren. Dat werkt niet. Pardon. Iets wat ook belangrijk is, is een lage packet loss. Nou ja, we weten dat voice is natuurlijk een real-time dienst. Dat betekent dat TCP is niet geschikt om voice overheen te versturen. Daar zit te veel overhead in. En ja, dat is te veel informatie en zou te veel vertraging opleveren. Dus voice over IP data worden altijd door middel van UDP verstuurd. Ja, en op het moment dat je dan een pakketje kwijtraakt, dan is dat gewoon weg. Dan wordt daar geen hertransmissie gedaan, want dat duurt gewoon te lang. Dat betekent dat die packet loss laag moet zijn, want op het moment dat je veel pakketjes verliest, dan ga je dat in je telefoongesprek horen. Dan is het ook belangrijk dat je roundtrip delay, zoals dat heet. Dus dat is zeg maar
de tijd die een pakket erover om van A naar B te gaan, maar ook van B weer terug naar A. Die mag natuurlijk niet te lang gaan duren. En de jitter is belangrijk. Nou, jitter, daar zoom ik straks nog eventjes op in. Maar dat is eigenlijk het verschil in looptijd. Dus het ene moment doet het pakketje er 50 milliseconden om van A naar B te gaan. Dat kan best zijn dat een minuut later dat pakketje er 100 milliseconden over doet. En dat is ook weer een probleem. Dus eigenlijk alleen nog maar problemen. Nou, we gaan nog even door met problemen. Die kwaliteit is dus heel erg afhankelijk van je voice over IP, van je netwerk afhankelijk. En het probleem is vaak toch het LAN-netwerk. Over het algemeen, op het moment dat je een WAN-verbinding hebt en je hebt gewoon een fatsoenlijke 1-op-1 verbinding, dan heb je daar meestal geen probleem. Het probleem is meestal toch het lokale netwerk. Nou ja, we hebben al gezien dat latency, jitter, packet loss allemaal van invloed zijn op de kwaliteit van je gesprek. En packet loss zie je dus, dat is vaak een probleem in half duplex netwerken, zoals een wifi netwerk. Nou ja, je ziet dat steeds meer mensen toch gaan bellen over wifi netwerken. We hebben allemaal zo'n mooie smartphone, daar kun je inderdaad je voice over IP client op draaien. En daar kun je mee bellen. Maar goed, dan heb je dus het probleem dat een wifi-netwerk, die packet loss, erg groot is. Nou, een van de problemen die je ook vaak ziet, is dat er steeds meer mensen gebruik maken van soft clients op computers. Nou, het probleem als je op een PC een voice-over IP-client draait, is dat je dus in hetzelfde netwerk zit als je data-clients. En dan wordt het dus weer lastig om te gaan onderscheiden van wat is nou een telefoongesprek. En wat is een dataverbinding? Ja, meestal, een heleboel van jullie doen iets met voice over IP, zie ik, weet ik. En wat je meestal doet is als je IP-telefoons hebt, die zet je in een apart VLAN. En ja, dan heb je weinig last van broadcastverkeer vanuit je LAN-netwerk. En je kan daar makkelijk met een simpel queue bijvoorbeeld een stukje quality of service op doen. Maar ja, dat gaat niet meer op het moment dat je een soft client op een PC hebt draaien. Dan moeten we natuurlijk ook weten hoeveel bandbreedte hebben we nodig. Dus wat is het bandbreedtegebruik van een VoIP call? Nou, je ziet dat er nogal wat gebeurt voordat een telefoongesprek plaatsvindt. Dus in eerste instantie wordt daar een analoog signaal, want ja, mijn spraak is analoog. Wordt eerst omgezet naar digitaal, PCM. Dan wordt het vervolgens gecomprimeerd. Een beetje afhankelijk van de audiocoderingstechniek die je gebruikt. En dan moet het ook gecodeerd worden. Moet het opgedeeld worden in kleine stukjes informatie. En verpakt worden in IP-UDP pakketjes. Ga door het netwerk heen. Aan de andere kant gebeurt hetzelfde verhaal weer. Dus er gebeurt heel wat voordat een telefoonverbinding van A naar B tot stand komt. Nou, de vuistregel. Het is, mijn advies is om altijd G711 te gebruiken. Dat is een ongecomprimeerde audio codec, dus in principe de standaard PCM zoals we dat kennen uit het ISDN-netwerk. En je ziet dat daar 64 kilobit per seconde aan data voor nodig is, dus dat is op zich niet veel. En als je dan ziet dat daar nog wat aan IP-overhead bij komt, dat is 19 kilobit, dan zitten we zo rond de 83 kilobit netto. En meestal ronden we dat af naar 100 kilobit. Dus een mooie vuistregel is om voor elk telefoongesprek 100 kilobit bandbreedte te reserveren. En dat is natuurlijk één kant op. Dus op het moment dat je over een full duplex verbinding praat, dan heb je dezelfde bandbreedte natuurlijk ook terug. Dus dan zit je op 166, oftewel 200 kilobit. Ja, dan zie je dat er nog compressietechnieken zijn. Nou, ik heb hier even G723, maar er zijn er nog meer. G729, je hebt nog een G722. De G723 is bijvoorbeeld dat is eigenlijk de hoogste compressie die haalbaar is, bijna factor 10. Dus je ziet dat dan het spraak nog maar 6,3 kilobit is. Dezelfde overhead uiteraard. En dan heb je dus 25 kilobit nodig voor een telefoongesprek. Doe dit niet. Dus op het moment dat je gaat comprimeren, dat betekent dat je heel veel informatie zeg maar in een kleinere hoeveelheid data stopt. En op het moment dat je dan packet loss hebt, dan verlies je veel meer data dan dat je bijvoorbeeld bij G711 zou hebben. Dus ja, is veel gevoeliger voor problemen in je netwerk. Dus je gaat het veel sneller horen in je telefoongesprek. Dus mijn advies is om altijd G711 te gebruiken. Nou, we hadden al gezien dat voice over IP real-time is. Dus dat moet via, dat wordt over het algemeen, wordt dat, op basis van UDP wordt het verstuurd. Maar UDP is niet voldoende
om een gesprek op de juiste manier tot stand te laten brengen. Je hebt nog wat meer informatie nodig. En daar wordt Real-Time Transport Protocol voor gebruikt, RTP. Eigenlijk is het een stukje extra informatie die aan de UDP-header wordt toegevoegd. En dat is een sequence nummer, dat is wel handig. Dat je weet op welke volgorde dat de pakketjes aankomen. Want wat ik al zei, het kan gebeuren dat pakketjes verschillende wegen door het netwerk heen volgen. En op het moment dat pakketje 2 wordt ontvangen, terwijl pakketje 3 al is afgespeeld, ja, dan wil je pakketje 2 niet nog gaan afspelen. Want dan zou je telefoongesprek een andere volgorde gaan krijgen. Dat is natuurlijk vreemd. Dus dat moet weggegooid worden op dat moment. Maar ja, dat moet je wel weten. Dus dat sequence nummer is heel belangrijk. Timestamp is ook belangrijk. Want om een VoIP-gesprek goed te kunnen controleren tussen twee VoIP-deelnemers, heb je tijdsinformatie nodig, een timestamp. En met die timestamp kan je bepalen ten eerste wat de looptijd door het netwerk is, maar ten tweede ook wat de jitter is, wat het verschil in looptijden door het netwerk is. En daar hebben we nog een ander protocol voor, dat heet het Real-Time Transport Control Protocol. Dat is eigenlijk een aanvulling op RTP. En dat is dat wordt eigenlijk gegenereerd door de VoIP-client zelf. Die kunnen aan de hand van die RTP-pakketjes, aan de hand van die timestamps, kan je dus de packet loss uiteraard. Dat doe je met sequence numbers. Als de sequence numbers ontbreken, heb je packet loss. Maar je kan ook de looptijd en de jitter kan je daarmee meten. Dus die RTCP, die levert informatie over je VoIP-verbinding, over de kwaliteit. Dus we straks zien, daar kan je wat mee doen als je dat gaat sniffen. Nou, wat ik al zei, looptijd is natuurlijk de tijd die je nodig hebt om het RTP-pakketje van A naar B te krijgen. En hoe langer dat gaat duren, hoe vervelender dat gesprek wordt. We zien dat tot 250 milliseconden is het nog te doen. Maar daarboven, dan gaat een telefoongesprek heel raar lopen. Dan krijg je kan een telefoongesprek een hele andere wending nemen. Op het moment dat je iemand vraagt naar wat de prijs voor zijn product is, en hij moet daar een seconde over nadenken, dan zou het best wel eens kunnen. Nou, misschien vraagt hij te veel. Terwijl het probleem eigenlijk gewoon aan het netwerk ligt, omdat die looptijd te groot is. En we zien dat boven die 600 milliseconden is het bijna niet meer te doen. En dan moet je echt over gaan zeggen om het gesprek naar de andere kant. Dan moet je een half duplex gesprek bijna gaan voeren. Dus dat is niet handig. Dus ja, het verstandigste is om dat beneden onder die 250 milliseconden te houden. En ideaal zou dat 100 milliseconden moeten zijn. Dat is ook handig om andere problemen op te vangen. Het kan zomaar zijn dat er iets in je netwerk gebeurt waardoor het toch hoger wordt. Dus die 100 milliseconden is een mooie vuistregel om aan te houden. Nou ja, jitter is dus inderdaad het verschil in looptijd. En dat wordt over het algemeen opgelost in de client zelf. Die kunnen zeg maar aan de hand van die RTCP-informatie, kunnen de VoIP-client zien van nou, er zit zoveel milliseconden jitter in deze verbinding. En daar wordt dan het jitterbuffer van de client op aangepast. Dus daar wordt een stukje doelbewust vertraging ingebouwd om die pakketjes te kunnen verzamelen en ze dan vervolgens op de juiste manier af te spelen, zodat het niet van invloed is op de kwaliteit van je gesprek. Maar goed, dat betekent wel dat je iets meer vertraging hebt, wordt opgeteld bij de looptijd. En ja, jitter, daar kennen we wel van de tikjes in een telefoongesprek. Op het moment dat je dat tikjes of echt stukken weg gaan vallen, dan wordt het over het algemeen veroorzaakt door jitter. Dat het buffer het niet aan kan en dan zorgt dat ervoor dat je packets kwijtraakt en dat hoor je. Goed, nou, we weten in ieder geval wat we nu nodig hebben aan bandbreedte, aan looptijd en dergelijke. En ja, dat moeten we gaan regelen in ons netwerk. Dus we hebben een stukje quality of service traffic control hebben we nodig. Nou, er zijn eigenlijk twee methoden die gebruikt worden. Enerzijds traffic shaping. Dat betekent dus dat je weet, ik heb een probleem is meestal doordat het netwerk maakt gebruik van een internetverbinding en daar gaat allerlei verkeer overheen. Maar er moet ook mijn voice verkeer overheen. Dus je moet in ieder geval zorgen dat je voldoende bandbreedte voor die telefoniedienst op je verbinding hebt. En dat betekent dat je je verkeer moet gaan shapen. Dus ik weet, ik heb 50 megabit naar buiten toe. Dus alles wat er aangeboden wordt om naar het internet te gaan, moet netjes binnen die 50 megabit gehouden worden.
En anderzijds is een stukje prioritizing, oftewel priorisatie, is ook verstandig. Zodat je dus inderdaad verkeer van elkaar kan onderscheiden. En dat je binnen die 50 megabit ook nog weer een bepaalde prioriteit gaat aangeven. Nou ja, als je naar traffic shaping gaat kijken, dan zou het zomaar kunnen zijn dat als je geen traffic shaping control gebruikt, dat het er heel heftig uitziet, zoals je hier ziet. Nou, je ziet hier Rotus Entertainment Traffic. Je ziet dat dat in sommige gevallen bijna 100% van de bandbreedte wegvreet, als je niks regelt. En op het moment dat je een stukje traffic shaping doet, dan kan je daar een bepaalde limiet gaan stellen aan soorten verkeer, waardoor je inderdaad een nette indeling kan maken van hoe je bandbreedte gebruikt wordt in je netwerk. Priorisatie, dat wordt gedaan door middel van een stukje hardware, queues. En we zien inderdaad dat er een heleboel verkeer naar het internet toe moet, maar we zien dat het pijpje naar het internet is maar heel smal. En ja, op het moment dat hij die queuing weglaat, dan wordt het er allemaal naartoe gepropt. En dan, ja, dan is het maar net wie het eerst komt, het eerst maalt. Ja, en als 90% van die bandbreedte een down of upload is, ja, dan zal die de hele verbinding dichttrekken. Tenzij je daar iets tussen zet, wat queuing heet. En dat zijn hardware buffers die dus die pakketjes gaan bufferen. En dan kun je zelf een prioriteit gaan instellen van nou, ik wil dat dit verkeer meer bandbreedte kan gebruiken dan een ander soort verkeer. En dan ga je dat netjes op de juiste manier aanbieden. Het gebeurt wel altijd in dezelfde volgorde waarmee iets aankomt. Dus ook in bij Mikrotik RouterOS is de queuing altijd op basis van first in, first out. Maar goed, je kan daar wel door te bufferen, kan je in ieder geval de verschillende soorten verkeer kan je gaan prioriseren. Traffic control kan alleen maar gedaan worden op de pakketjes die ik zelf uitstuur. Ik heb geen controle over bandbreedte die naar mij toegestuurd wordt. Hetzelfde als dat hier iemand voor zit. Ik pak een bak yoghurt, ik gooi hem naar je toe. Daar doe je heel weinig aan. Dat kun je, ja, je kan zo doen, maar je kan het niet tegenhouden. Je kan wel bepalen wat je zelf weggooit of uit naar buiten smijt. En dat betekent dat je traffic control altijd op je outbound interface doet. Dan denk je van ja, maar dan kan ik toch alleen maar upstream verkeer regelen? Nee, want als ik upstream verkeer wil regelen, dan doe ik dat uiteraard op mijn WAN interface. Maar de downstream regel ik op mijn LAN interface van de router. Want dat is in principe ook een interface die verkeer uitstuurt. En ja, op het moment dat je daar gaat shapen, dan doe je dat door middel van rate limiting. En rate limiting is eigenlijk niet meer dan het weggooien van pakketten die ik minder belangrijk vind. Waardoor er meer bandbreedte overblijft voor, in dit geval, mijn quality of service. Nou, het mechanisme wat Mikrotik daarvoor gebruikt, dat is, ik heb nog een heel moeilijk plaatje straks, ik zal er niet altijd diep op ingaan, maar dat heet hierarchical token bucket. En dat is een queuing mechanisme, waarbij je eigenlijk een hiërarchie van queues opbouwt. Dus je begint helemaal bovenaan, de zogenaamde parent queue. En dat kan bijvoorbeeld je internetverbinding zijn. En die heeft een bepaalde hoeveelheid bandbreedte. En die ga je vervolgens naar beneden toe, ga je die onderverdelen onder meerdere queues. En de ene queue is quality of service, de andere queue is mijn e-mailverkeer. En dan heb ik nog een queue voor FTP-verkeer. En zo kan je in principe elk soort verkeer in je netwerk, kan je een aparte queue voor aanmaken en kan je helemaal gaan regelen hoeveel bandbreedte je daar gegarandeerd voor wil hebben, maar hoeveel bandbreedte ook maximaal gebruikt mag worden door die dienst. En dat regelt de hiërarchical token bucket. Dus dat is eigenlijk een hiërarchisch verhaal. Dus op het moment dat het pakketje door die router heen gaat, dan gaat hij door twee van die hiërarchical token bucket trees heen, zoals dat heet. Nou, je hebt de global en de interface. En wij gaan hier gebruik maken van de interface. Het voordeel van interface is dat je dus gelijk ook de richting van het verkeer hebt. Dus op het moment dat ik op de WAN-interface ga regelen, dan weet ik, WAN is het uitsturende interface, is mijn upstream. En mijn LAN-interface is de downstream. Nou, als je hier gaat kijken, dit is eigenlijk het schematische plaatje van hoe dat er dan in RouterOS uitziet. Aan de linkerkant zien we de input-interface. Dat kan bijvoorbeeld mijn LAN-poort zijn. Gaat de router in.
En vervolgens gaat het door de router heen. En op het moment dat het de router, vlak voordat het de router weer uitgaat, zie je daar de Global HTB. En je ziet vlak voor de interface, zie je de HTB interface. We zien daar ook nog een Simple Queue bij staan. Simple Queue is eigenlijk, maakt ook gebruik uiteraard van HTB, maar is meer een eenvoudige interface, een eenvoudige manier van het configureren van je HTB functionaliteit. Ik ga straks in mijn voorbeeld gebruik maken van de Q-tree. Dat zijn eigenlijk de bouwstenen die in Simple Queue gebruikt worden. Simple Queue is eigenlijk meer een vereenvoudigde interface. Nou, even om het even Jip en Janneke te maken. Als je die Q-structuur gaat bekijken, dan zien we eigenlijk bovenaan zien we de parent staan. En de child queues, die zien we helemaal onderaan. En dat zijn eigenlijk de enige queues die daadwerkelijk de consumptie van de bandbreedte gebruiken. Dus kind 1 kan voice over IP zijn. Kind 2 is misschien e-mail. En in dit geval kind 3 FTP, ik noem maar wat. Dus op die manier kun je dus voor elke dienst binnen je netwerk die je wil gaan regelen, kun je zo'n queue maken, zo'n child queue. En alle queues die daarboven zitten, die worden eigenlijk alleen maar gebruikt voor de verdeling van de bandbreedte. Dus zodra een queue een child eronder heeft hangen, dan wordt het automatisch een parent queue. En ja, het maakt ook niet uit hoeveel niveaus er zijn. Dus dat kan zo diep als je wil. Nou, wat ik al zei, de child queues die doen de uiteindelijke consumptie van het verkeer. En die liggen ook allemaal op hetzelfde niveau. Nou, als we gaan kijken, dan hebben we twee zaken die we kunnen regelen in zo'n queue. En dat is SIR, dat staat voor Committed Information Rate. En dat heet in RouterOS heet dat Limit Add. En wat je daar doet, is daar geef je de bandbreedte aan die gegarandeerd altijd beschikbaar moet zijn voor deze queue. Dus in geval van voice over IP moet je daar de totale bandbreedte die jouw VoIP clients kunnen gebruiken, moet je daar aangeven. Dan hebben we nog de MIR, de Maximum Information Rate. En dat heet, in RouterOS heet dat Max Limit. Max Limit. En dat is de maximale bandbreedte die die dienst kan gebruiken. Dus nou, in voice over IP zou ik dat gelijk maken, want op het moment dat je 10 IP-telefoons hebt, je hebt 1 megabit nodig voor die 10 gesprekken, waarom zou ik die telefoons meer bandbreedte geven? Nou, misschien voor updates, dat zou kunnen. Dus op het moment dat die dingen geüpdate moeten worden, hebben ze misschien meer bandbreedte nodig, maar hoeft niet gegarandeerd te worden. Dan zou je die maximumlimit op 10 megabit kunnen zetten voor die IP-telefoons, waardoor ze ook snel kunnen upgraden. Dus wat er in eerste instantie gebeurt, is dat op het moment dat de diverse diensten bandbreedte gaan vragen, dan worden al de limit adds, dus al de gegarandeerde bandbreedtes, die worden geleverd. En alles wat er over is, wordt verdeeld onder de max limits van eigenlijk alle queues. Uiteraard is het belangrijk dat de som van de bandbreedte van die limit adds mag natuurlijk nooit meer zijn dan de bandbreedte die ik op mijn WAN-poort beschikbaar heb. Want anders werkt het natuurlijk niet. Ik kan geen bandbreedte weggeven die ik niet heb. Nou ja, dat is dus dit verhaal. De som van die limit adds die mag nooit meer zijn. Oh. Dan is er ook nog een mogelijkheid om een stukje prioriteit aan een queue te geven. En dat geldt alleen maar voor de bandbreedte die je meer vraagt dan je limit add, dan je committed information rate. En daar wordt gekeken van 1 is de hoogste prioriteit en 8 is de laagste prioriteit. Standaard staan alle queues, als je niks verandert, staan ze op 8. En dan zou je kunnen zeggen van nou, een bepaalde dienst heeft, als die meer vraagt dan zijn limitaat, hij heeft meer voorrang dan een andere dienst. Die kan je dan een iets hogere prioriteit geven. In ons geval, voor voice over IP, is dit niet belangrijk. Want bij ons is die limit add belangrijk, want we hebben gewoon altijd gegarandeerd die bandbreedte nodig voor die telefoongesprekken. Ja, dit is helemaal een eng plaatje. Even bottom line. Het klonk al raar, hierarchical token bucket. Eigenlijk is dat een schematische weergave van het proces. Dus bovenaan heb je de parent queue, dat kan je internetverbinding zijn.
En die tokens die vertegenwoordigen de hoeveelheid bandbreedte die ik beschikbaar heb. Dus daar zit 50 megabit aan tokens in. En dan zien we hieronder zien we eigenlijk dat hele verhaal van limit add en max limits. Afhankelijk van hoeveel tokens er nog beschikbaar zijn, worden die doorgegeven. En dan helemaal onderaan zie je eigenlijk het daadwerkelijke hardwareproces. Waar de wachtrij aan de hand van de beschikbare tokens wel of geen bandbreedte doorgeeft. Even heel simpel. Praktisch voorbeeld, een quality of service scenario. We hebben een GigaZet N510 IP Pro. Toevallig verkopen we die. Ik heb toevallig ook thuis hangen, want anders zou ik het voorbeeldje niet kunnen maken. Maar. En dat is een klein IP-dekt baarstationnetje. Kan 4 gelijktijdige SIP calls doen. Je kan er 6 dekthandsets op aanmelden. En elke dekthandset kan een eigen SIP-registratie hebben naar de provider toe. Nou, dit is even het netwerkplaatje. Even lekker simpel huis, tuin en keuken. Ik heb een Mikrotik HAP AC thuis hangen. Ik heb de bandbreedte even wat kleiner gemaakt. Ik heb meer dan 50, ik heb 200 Mbit glas, maar ik heb het even 50 gemaakt. Ik heb 50 Mbit up en down. En ik heb even een provider die ik ooit, provider. Het is eigenlijk meer een huis, tuin en keuken telefoon providertje die inmiddels heel groot geworden is. Maar ik geloof dat 12, 13, 14 jaar geleden heb ik daar ooit een accountje voor aangevraagd. 10 euro opgestort en daar heb ik nog 2 euro van over. Dus. En daar heb ik mijn SIP-registraties gedaan. Nou, je ziet aan de binnenkant hangt dus zo'n N510 IP Pro dekt base station. Een IP, voice-over IP dekt station. Met een aantal handsets. En uiteraard gewoon de PC's in het netwerk. Nou, een aantal dingen moeten we natuurlijk gaan doen om het verkeer op de juiste manier naar de telefoonprovider te krijgen. En in eerste instantie moet ik dus mijn VoIP-verkeer gaan identificeren. Dus ik moet dat gaan herkennen. Vervolgens moet ik die VoIP-verbindingen gaan markeren. En daarna ga ik de VoIP-pakketten markeren binnen die verbinding. Theoretisch zou je ook direct de pakketjes kunnen gaan markeren. Maar het probleem daarvan is dat dat heel arbeidsintensief voor de CPU is. Dus het is verstandiger om met behulp van het connection tracking mechanisme, waar mijn voorganger het al even over had, waar netjes alle verbindingen worden bijgehouden, is het dus makkelijker om natuurlijk die verbindingen in eerste instantie te herkennen, van dit is een VoIP-verbinding, en dan vervolgens alle pakketjes die erbij horen, gewoon standaard gelijk te gaan markeren. Nou, en als we dan het gesprek gaan bekijken, dan zien we dat een VoIP-call uit 2 onderdelen bestaat. Enerzijds een call setup, een stukje signalering. Dat gaat via UDP-poort 5060. En vervolgens moet daar natuurlijk een telefoongesprek, de daadwerkelijke voice data, verstuurd worden. En dat is een RTP-payload. Dat zijn UDP-poorten. Nou, die UDP-poorten die zijn een beetje afhankelijk van het VoIP-systeem wat je gebruikt. Enerzijds kan het zijn dat de provider een vaste reeks heeft. Maar over het algemeen heeft je eigen device, dus in dit geval het kleine GigaZet PBX'je, heeft een vaste poortreeks die gebruikt wordt. Eigenlijk hoef je het maar van één kant te weten. Dat op het moment dat er één pakketje herkend wordt door de router, die zal die connectie markeren. Dan wordt automatisch het verkeer wat terugkomt, hoort bij diezelfde connectie. Dus dat hoef je dan ook niet te herkennen. Nou, als we gaan kijken naar die GigaZet, dan zie je dat die uiteraard SIP-poort 5060 gebruikt. En dat die op de poorten 5004 tot en met 5020, dat die gebruikt voor RTP-streams. Nou, die VoIPbuster die heeft sip.voipbuster.com als URL. Dus je ziet geen IP-adres. En dat is natuurlijk altijd spannend. Want je kan niet op basis van een URL werken in je mangle, zoals we straks zullen zien. Dus je moet het IP-adres weten. Nou, VoIP-providers gebruiken vaak meerdere servers op hun netwerk. Dus om die IP-adressen te kunnen herkennen, kun je een truc uithalen door een adreslijst te maken en in die adreslijst de URL te plaatsen. En wat de Mikrotik doet, is hij gaat vervolgens alle DNS, alle IP-adressen gaat hij resolven en die zet hij in die lijst. En een adreslijst kan ik wel in mijn mengelregel gebruiken. Dus dit kan je voor andere dingen ook, andere trucs ook gebruiken.
Dus je ziet inderdaad dat hij in dit geval twee IP-adressen heeft gevonden. Maar het kan best zijn dat ze over een maand dat ze het niet aankunnen, dat er een extra SIP-server bij komt en dan komt er een derde adres bij. Nou, dat zal hij netjes op deze manier nu bijhouden. Vervolgens moet ik in de mangle-functionaliteit van mijn IP-firewall, moet ik dat verkeer natuurlijk gaan signaleren. Of moet ik gaan herkennen en markeren. Dus in eerste instantie de verbinding. Dus je gaat in de chain forward. De pakketten gaan uiteraard door mijn router heen. Van mijn LAN-netwerk naar het internet toe. En dan zie je dat protocol 17, UDP. En poort 5060, de SIP-poort. En die gaat naar destination. En als destination heb ik in het tweede tabblad de destination address list gezet. En dat is die adreslijst die ik net heb aangemaakt waar al die IP-adressen automatisch inkomen. Vervolgens markeer ik die verbinding en die geef ik een naampje. SIP Signaling Connection heb ik hem gegeven. Nou, de volgende stap is om die pakketjes binnen die verbinding natuurlijk te gaan markeren. Dus ik maak een tweede mengelregel aan, ook weer in de forward chain. En het enige wat ik daar hoef te doen is aangeven dat alle verbindingen die je als Connection Mark SIP Signaling hebt, alle pakketjes die daarin zitten, die moeten gemarkeerd worden. En dat is Action is Mark Packet. En als naampje heb ik hem SIP packet gegeven. Nou, hetzelfde geldt uiteraard voor de RTP-verbindingen. Dus dat is mijn daadwerkelijke spraak. Ook die weer in de forward chain. En protocol UDP. En daar heb ik als source poorten 5004 tot en met 5020 gegeven. En dat zijn dus de source RTP-poorten die gebruikt worden door mijn gigaset. Dus ondanks dat het bijvoorbeeld een inkomend gesprek is van buitenaf, zal op een gegeven moment mijn gigaset een eerste RTP-pakketje sturen. En op dat moment komt de verbinding tot stand, wordt die herkend en zal die gaan lopen. Nou, en vervolgens moeten we natuurlijk binnen die RTP-verbinding natuurlijk ook die afzonderlijke pakketjes nog markeren. Maar ja, dat kan ik dus heel eenvoudig doen, weer chain forward. En dan inderdaad verbinding met connection mark RTP connection. Alle pakketjes die daarin zitten, die markeer ik. En die geef ik als naam RTP packet. Daarmee heb ik eigenlijk mijn VoIP verkeer nu herkend. Dus je ziet hier de mengellijst met de regeltjes. Er zijn in principe maar vier regeltjes. Ik hoef alleen de twee verbindingen te markeren. En vervolgens de pakketjes die binnen die verbinding En wat handig is inderdaad, het zijn nu maar een paar mengelregeltjes, maar zet altijd comments erbij. Dat je later weet wat het doet. Anders moet je allemaal openmaken en kijken van wat doe ik hier nou eigenlijk. Dus nu gaat het nog wel, maar als er 200 regels staan, dan wordt het lastiger. Nou ja, ik gebruik de functionaliteit Q-tree om in dit geval mijn verkeer te gaan regelen. En Q-tree is eigenlijk de basis van, dat is een directe implementatie van het hierarchical token bucket principe. En is in principe altijd eenrichtingsverkeer. Dus ik moet zowel mijn up als mijn downstream moet ik apart regelen. Ja, als we naar de simple queue kijken, dan kan je up en down kan je gewoon in hetzelfde regeltje kun je doen. Maar simple queue is niet meer dan een versimpelde interface die op de achtergrond Q-trees aanmaakt, die afzonderlijk up en down gaan regelen. Het nadeel van Simple Queue is dat het werkt net als een firewall. De regels die worden allemaal op volgorde worden die afgehandeld. En dat is prima als er twee regeltjes staan. Maar als je daar 100 of 1000 regels hebt staan, dan is dat behoorlijk intensief voor de CPU. En het voordeel van de Q-tree mechanisme is dat alle queues gelijktijdig afgehandeld worden. Dus die worden tegelijkertijd, dus er is ook geen volgorde. Dus een pakketje hoeft niet de hele lijst door, gaat direct naar de queue die voor hem bestemd is. Heel gevaarlijk ook is als je Simple Queue en Q-tree door elkaar gaat gebruiken, dan heeft de Simple Queue altijd voorrang. Dus op het moment dat daar je verkeer al wordt afgevangen, dan doet je Q-tree het niet meer. Dus maak een keuze. Of kijk goed wat je doet. Nou, wat ik hier gedaan heb. Ik heb de Q-tree, die heb ik in de interface gezet. Je kan natuurlijk die global gebruiken, maar dan moet je in je mangle moet je apart je up en je downstream gaan herkennen. Dus dan moet je in je mangle meer werk doen. Nou, ik kies hier dus de interface queue. En dat betekent dat als ik een Q-tree aanmaak, dan maak ik in eerste instantie helemaal bovenaan de parent aan.
Je ziet hier, die heb ik total downstream genoemd. En ik zei het al, hè, mijn verbinding was 50 megabit, up en down. Nou, dit gaat over de downstream. Dus je ziet dat die max limit is 50 megabit. En je ziet dat de parent van mijn queue is mijn LAN-verbinding in dit geval. En dat is dus de interface. Nou, dan zie je vervolgens dat ik een tweede queue aanmaak. En dat is, dat is dus een child queue. Die komt daar direct onder te hangen. Die heb ik SIP signaling down genoemd. En je ziet dat de parent daarvan is de total downstream. Dus dat is deze. Deze heeft 50 megabit beschikbaar. En die wordt vervolgens verdeeld onder de child queues. Nou, je ziet dat ik daar... dat is dus de signalering. Nou, in principe heb je voor één telefoongesprek moet je rekenen met een kilobit signalering maximaal. Nou, ik heb er 10 kilobit van gemaakt, ondanks dat het maar 4 gesprekken zouden kunnen zijn. Ik heb wel 6 registraties, dus er kan wat signalering lopen. Dus ik heb het even afgerond naar 10 kilobit. Nou ja, dat is nog steeds niet heel veel natuurlijk. Dus dat is gegarandeerd beschikbaar, limit add. Ik heb hem ook gelijk als max limit gezet in dit geval. Vervolgens heb ik voor mijn RTP stream heb ik er een gemaakt. RTP down. Ook weer de parent is weer mijn total downstream. Dus weer mijn internetverbinding, zeg maar. En daar heb ik als limit add heb ik 400 kilobit. Het klinkt raar, limit add, maar dat is de gegarandeerde bandbreedte die altijd beschikbaar is voor die 4 telefoongesprekken. Ik heb hier de max limit ook op 400k gezet, maar die mag je rustig hoger zetten. Als die maar niet boven de 50 mbit uitkomt. En heel belangrijk is, je moet ook altijd een queue other traffic aanmaken. Als je dat niet doet, dan gaat al jouw andere verkeer gaat om de queue-structuur heen. En ben je alsnog je bandbreedte kwijt. Dus die moet ook als queue hier aangemaakt worden. Maar dan denk je van, ja, die heb ik toch niet gemarkeerd. Maar er is een optie, packet marks, no mark. Dus al het verkeer wat niet gemarkeerd is, valt binnen deze queue. En daar heb ik niks in gevuld. Dus die heeft geen gegarandeerde bandbreedte. Je zou als max limit zou je daar 50 mbit kunnen zetten. Dus als het beschikbaar is, mag het hele netwerk 50 megabit gebruiken. Totdat er een telefoongesprek wordt opgebouwd. En dan wordt er tot 400 kilobit bandbreedte vrijgemaakt voor dat telefoongesprek. Hetzelfde geldt voor de upstream. Gaat niet helemaal doorlopen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Ze zien er ook exact hetzelfde uit. Voordeel van VoIP is ook dat het... up en downstream is hetzelfde. Dus ik gebruik dezelfde waarde. Het enige is dat mijn parent is nu anders. Niet uiteraard in mijn upstream. In mijn upstream is natuurlijk nu, omdat het naar buiten gestuurd wordt, naar het internet toe, is mijn parent is in dit geval de internetverbinding. Dan zie je ook gelijk dat ik T-Mobile thuis heb. En vervolgens hang je daar inderdaad die child queues weer onder, die dus de upstream van dat VoIP-verkeer regelen. Als je dat gedaan hebt, dan ziet dat er zo uit. Dus we zien daar eigenlijk een total upstream, een total downstream, met daaronder de queue trees voor de diverse soorten verkeer. Nou, in dit geval heb ik mijn SIP signalering, mijn SIP payload data en de rest van mijn verkeer. Nou, de rest van het verkeer kan je natuurlijk zelf gaan onderverdelen in wat je wil. Dus stel dat je voor video ook iets wil garanderen, dan kan je een aparte video queue aanmaken, een aparte FTP queue, een aparte e-mail queue, wat je wil. Dus je kan hier een gigantische structuur gaan maken van allemaal queues waarin je netjes je bandbreedte gaat regelen. En dan kan je hier aan de hand van de kleurtjes kan je zien hoe zwaar die queue belast wordt. Dus stel dat ik 4 telefoongesprekken aan het voeren ben, dan zal je dus in die RTP down en up zou je waarschijnlijk zien dat die rood geworden zijn, omdat die op dat moment die volledige limit add bandbreedte gebruiken. Dus dan heb je een direct overzicht van in hoeverre die gebruikt worden. Nou, het mooie is, je kan bij deze queue kan je nog dingetjes aanzetten. Kan je bijvoorbeeld show columns dropped kun je aanzetten in dat driehoekje helemaal rechtsbovenin. En dan kan je dus zien dat als die bandbreedte allemaal benut is, waar het fout gaat. En dan zou je waarschijnlijk zien dat de drops met name in other traffic zullen plaatsvinden, omdat die plaats moeten maken voor mijn VoIP pakketjes. Dus dat is even een snelle manier om te kunnen zien of het goed gaat. Nou, we willen natuurlijk nog verder gaan. Stel dat je een probleem hebt, dan kan je natuurlijk ook nog een stukje sniffing doen. Ja, als je in het tools menu gaat kijken van Winbox, dan zie je dat je daar een packet sniffer kan aanzetten. Ik heb even VoIP sniff genoemd. En ik heb even op mijn wandpoort een snifje gemaakt.
En vervolgens kun je dat bestand wat daar gegenereerd wordt, kan je gewoon openen met Packetizer. En dan kan je naar het telefonie menuutje van Packetizer, naar RTP en dan RTP Streams. Dan zie je daar netjes het telefoongesprek wat plaatsvindt. Je ziet de up en de downstream, source destination, poorten. Dus je ziet inderdaad netjes dat de gigaset 5004 gebruikt. In dit geval willekeurig poortnummer naar de provider toe. Je ziet de payload, maar je ziet ook gelijk de maximale jitter die daar plaatsvindt. Nou ja, die zit hier op maximaal een halve milliseconde. Dus dat is ruim voldoende. Je moet zorgen dat hij niet boven de 2 milliseconden uitkomt. 1 is beter, maar... Nou, daar kan je nog verder op inzoomen, want als je die nog dubbel klikt, dan kan je zelfs nog die RTP-stream kun je afspelen. Dus als dat G711 verkeer is, dan kan je gewoon dat telefoongesprek kun je terugluisteren. Dus je ziet dat eigenlijk bij Voice over IP het makkelijker is geworden om telefoongesprekken af te luisteren dan dat vroeger in het oude traditionele ISDN-tijdperk mogelijk was. Maar ja, goed, dit is wel handig, want daarmee kan je dus de kwaliteit ook checken. Dus op het moment dat er iemand klaagt dat hij slechte kwaliteit telefoongesprek hebt, jij doet een trace, je snift het en je speelt het af in je Wireshark en het telefoongesprek is niets mis mee, dan is er iets met zijn device aan de hand. Dus ja, op die manier kan je dus inderdaad met behulp van eenvoudige toeltjes, kan je toch de kwaliteit van je VoIP-verbinding nog controleren. Dat was even een uitdaging om dat in 3 kwartier te proppen. Maar ongetwijfeld zijn er nog vragen. Ja, dankjewel. Ik mis het samen uit plaats van kleuring. DSP-waardes. Sorry? DSP-waardes. DSP-waardes. Ja. Oh, DSCP. Ik dacht DHCP. Ik denk, wat heeft DSCP ermee te maken, Jan? Nee, DSCP, Differentiated Services, maakt gebruik van het TOS-veld. Is layer 3 van het OSI-model. En dat wordt met name gebruikt om verkeer te herkennen. En daarmee kan je bijvoorbeeld naar je internetprovider kan je aangeven in welke verkeersklasse dat thuis hoort. Dus dat is meer naar het internet toe en in de infrastructuur van je provider. Dus KPN bijvoorbeeld, die heeft een indeling gemaakt van brons, zilver, gold, platina. En daar moet dan een bepaalde DSCP-waarde aan hangen. En daarmee geef je aan in welke klasse dat verkeer thuis hoort, zodat ook in de rest van het netwerk dat doet. Maar ik heb het met name even binnen het LAN-microtik gehouden. Nee, hoeft niet. Als je het lager in een OSI-model kan regelen, hoef je geen gebruik te maken van DSCP. Nou ja, oké. Je mag me straks even uitleggen waarom. Maar goed, ook dat is mogelijk in Mengel. Maar goed, het gaat even te ver om dat er nog even bij te stoppen. We zijn nog een half uurtje in Mengel bezig. Maar je kan eenzelfde Mengelregel kun je aanmaken. En op het moment dat je dat verkeer hebt gemarkeerd voor bijvoorbeeld VoIP, dan kan je die aparte Mengelregel kun je aanmaken waarin je aangeeft dat je bijvoorbeeld de DSCP-waarde van dat pakketje expedited forwarding meegeeft. Sorry? Dat hoeft overigens niet gehonoreerd te worden door de provider. Is optioneel. Is optioneel, ja, zeker. Dus het is ja. Geen garantie. Dat hangt er vanaf. Als het een layer 3 switch is die daar iets mee doet. Ja. Maar het is handiger om het op layer 2 te regelen. Pardon. Om dan inderdaad in het ethernet frame door 802.1Q bijvoorbeeld het P-veldje daar iets in te doen. Maar goed, dan gaan we praten over de rest van de componenten in het netwerk. En dan wordt het een heel groot verhaal. Je zal latency nooit klein krijgen als je naar Nieuw-Zeeland moet bellen. Nee. Dus dat is afstand. Nee, ja, je hebt fysieke grenzen. Als je natuurlijk problemen hebt binnen apparatuur, zodanig dat je latency problemen hebt, dat is iets anders. Ja. Maar latency is afstand. Ja, klopt. Ja. En ook voor telefoon, nou ja, je merkt het op het moment dat je satellietverbinding hebt, dan moet je gaan rekenen vanaf 500 milliseconden, zeg maar. Ja.
En alles wat erbij komt. En daar krijgen we ook nooit klachten voor. Van, maar als de jitter problemen geeft, dat is altijd problemen. Ja. Maar latency... Ja, maar goed, je kan het in ieder geval binnen je netwerk kun je dat beperken door op deze manier inderdaad een stukje garantie te bieden. Dat je in ieder geval je throughput garandeert. Dat je geen jitter problemen krijgt. Ja. Oké. Okay. Goed, dank voor jullie aandacht. We staan hier de hele dag met een stand. Ik zie nog één vraag. Ja, I just missed a bit on the jitter, maybe in relation to echo. Because you said they put it into a buffer when you do jitter. What the effect does it have? So I didn't hear anything related to probably echo, I would imagine. No, echo is not a network problem. Echo is a problem in your client. It has to do with feedback. Yeah, but if you put a buffer into your jitter, so you can allow for the jitter, then it's the problem of the client. Then you have a very bad designed client, or badly configured. But that's a problem from the client. Yeah, but if you turn the jitter buffer up in your client, of course. Then you should say, no, don't do that, because then you will get echo and they'll complain about that. As low as possible, yeah. But normally it could be dynamically configured by the client itself. It's depending on the client. Yeah, because we get a lot of issues. Client problem. Yep, but we get also a lot of issues with when you call from a landline to a mobile, you get sort of echo problems and things. Yeah. And quite often it's due to simply because the person has turned the volume up really high on their mobile phone or on their... Yeah. And the other end needs to turn it down, so... Yeah. That seems to be a big issue also with VoIP. Yeah. Yeah, it adds. Yeah. So minimize your jitter and your delay. Yeah. Okay. Dank. The next presentation by Patrick Schaub.